Hartelijk welkom op de talkshow Duurzaam Erfgoed 2022. Vroeger als er een kathedraal werd gebouwd, hè, we zitten in de metaalkathedraal, maar als er een kathedraal werd gebouwd, dat was niet voor de huidige generatie. Dat was echt, dat duurde sowieso ook een aantal generaties voor een kathedraal gebouwd was. En ik denk dat we zo ook veel meer over die klimaatcrisis moeten nadenken. Dat we een beetje af moeten van het idee van, nou, ik ga vandaag aan een demonstratie meedoen, dus morgen zie ik een verandering. Nee, zo werkt het niet. We moeten echt dat kathedraaldenken ons eigen maken en denken, we moeten nu alles op alles zetten. Ik ga het resultaat ervan niet zien, maar die toekomende generaties, de bevolking van de toekomst, die gaat daar baat bij hebben. Daar doen we het voor. Leuk om mee te beginnen. Het gaat ook over meer monumenten dan dat we eigenlijk dachten. Want een bijvangst eigenlijk van die monitor die wij doen, is dat we veel beter zicht hebben op monumenten en dan vooral de gemeentelijke monumenten. Ik vind het niet erg dat die energieprijzen omhoog gaan. Dan gaan we zelf nadenken. Op het moment dat het product te duur wordt, moet je gaan nadenken. We moeten natuurlijk mensen helpen. Hè. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen betalen. Begrijp ik allemaal best. Maar de drive uiteindelijk zeg maar, om de energietransitie te organiseren en om die temperatuur zeg maar, binnen die 1,5 tot 2 graden te houden, daarvan is het uiteindelijk zo dat een stijgende energieprijzen ons daarbij enorm helpen. Mensen met een vakdiploma die de ambachten, maar ook de kennis in huis hebben voor de verduurzaming. Ja, dat is gewoon een schaarste. En daar moeten we de komende jaren knijterhard mee aan de slag. Verduurzaming van erfgoed. Wat is de essentie? Een zuinige weerspiegeling van duurzaam perspectief. Soms best wel wat depressief. Dames en heren, dit was de talkshow 2022. Graag tot volgend jaar.